landgenoten, Sranamangs, Lobby Brada Nangasisa, broeders en zusters. Het is het moment van het jaar. Het is weer kerst. Het is het moment dat we extra dankbaar zijn. Voor ons welzijn, onze familie en de redenen voor ons bestaan. Ja, het is weer kerst. De kerstviering is vanuit de religie ontstaan, maar wordt in Suriname door alle Surinamers gevierd, ongeacht hun religie. Het is daarom een bijzonder moment dat het geloof, de verbroedering en tolerantie en bovenal het respect voor elkaars overtuigingen kenmerkt. Dit bijzonder moment zorgt ervoor dat gezinnen, families en relaties extra aandacht besteden aan elkaar en meer geven aan anderen die dat hard nodig hebben. De viering van de geboorte van Jezus Christus vraagt om bezinning en om extra stil te staan bij de humane kant van het leven. Daarom sta ik vandaag stil bij de betekenis van kerst en de humane kant van de burgers van ons land. Broeders en zusters, in de afgelopen jaren, sinds ons aantreden, kan het lijken alsof we hiermee onvoldoende bezig waren. Uit onze handelingen en de geboekte resultaten weet u natuurlijk dat dit niet op waarheid berust. We hebben dagen, nachten en jaren doorgewerkt om meer betekenis te gaan geven aan het welzijn en de welvaart van onze Sranamangs. Er moesten allereerst belangrijke keuzes worden gemaakt op basis van de toenmalige economische omstandigheden die er uiteindelijk voor moesten zorgen dat wij als land onafhankelijk in onze basisbehoeften kunnen voldoen. Daarnaast moest er meer productie op gang worden gebracht in verschillende sectoren. En was het uitermate belangrijk dat we op alle niveaus meer samenwerkingen bewerkstelligden. Wij als land moesten meer aan de regionale en internationale tafel zitten. Ons land moest beter worden geprofileerd om meer kansen en investeringsmogelijkheden te creëren die onze financiële, sociale en maatschappelijke status ten goede zouden komen. En het is gelukt. Suriname zit aan de tafel. En er zijn diverse buitenlandse samenwerkingen aangegaan. Er wordt namelijk doorgewerkt om de vele uitdagingen per sector weg te werken. En de financiële stabiliteit in ons land is bewerkstelligd. Een belangrijke mijlpaal die zoveel mogelijkheden biedt voor groei en ontwikkeling. Maar dat zegt de burger thuis natuurlijk weinig. Er moet dagelijks brood op tafel komen. En de liquiditeit van onze staatskas of de waarde van onze munteenheid zijn geen zaken waar de gemiddelde burger zich mee bezig zal houden. En dat is begrijpelijk en dat hoeft ook niet. Als ouder, ondernemer, hoofd van het gezin, moet gezorgd worden voor de basisbehoeften om te kunnen functioneren, om te kunnen leven. En bij te dragen aan het welzijn en welvaart van de directe leefomgeving. Dat onze kinderen kunnen eten en positief en stabiel zijn in het leven. Dat onze kinderen beter perspectieven hebben dan wij hebben gehad. Dat deze generatie en de komende generatie kan groeien en zich voldoende kan ontwikkelen. Wij als regering zijn ons daarvan bewust. Dat is ook de reden dat we deze kerstviering als een bijzonder moment ervaren om deels te bezinnen, maar ook om na te gaan wat wij nog meer kunnen doen om de positie van onze burgers te verbeteren. Er zijn daarop
vanaf begin dit jaar sociale programma's geïntroduceerd die de lasten van onze burgers gaan verlichten. Ja, het had natuurlijk eerder moeten gebeuren. Dat ben ik met u eens. Helaas waren we met de staatskas van 3,5 jaar geleden niet in staat deze sociale programma's meteen aan te bieden. Wij moesten eerst met hervormingen komen om de staatskas te vermeerderen. Om daarna middelen in te kunnen zetten om onze burgers te versterken. Mag ik u eraan herinneren dat wij momenteel een betere kredietbeoordeling hebben op internationaal niveau? Ja, het Internationaal Credit Rating Bureau, Standard & Poor's, Global Ratings, heeft Suriname ratings namelijk positief bijgesteld vanwege de macro-economische ontwikkelingen, waaronder de verschillende hervormingen en ook de recente schuldherschikking. Suriname is uit de selective default status. De kredietbeoordeling van het land, van ons mooie land, is verhoogd van SD, selective default, naar CCC+, met een stabiel vooruitzicht. Dit is een geweldige mijlpaal voor ons land en biedt weer ruimte voor meer groei en ontwikkeling. En ook een goede reden om deze periode extra te vieren en na te denken over de manieren om deze financiële beoordeling minimaal te behouden en vervolgens te verbeteren in de komende periode. En natuurlijk zijn we er nog niet. Onze prioriteitsgebieden vragen om een duurzame aanpak en continu aanpassingen om ervoor te zorgen dat we in de nabije toekomst de vruchten hiervan kunnen plukken. Onze kerstboodschap is daarom ook Sranawang, Lobi Bradang Aziza, Grantangi. Dank voor alle geduld, medewerking, maar ook voor de offers die er zijn gebracht in de afgelopen periode. Wees er ook van bewust dat niets zomaar komt en dat alles dat succesvol is, hard werken vereist en makkelijke en minder makkelijke momenten met zich meebrengt. Die minder makkelijke momenten hebben wij met z'n allen mogen ervaren. En nee, het was niet prettig. En ja, het duurde te lang. Wij als regering zijn de eersten die dit zullen toegeven. Met deze woorden wil ik u daarom vragen om stil te staan bij de betekenis van kerst en de bijdragen die we met z'n allen kunnen leveren aan de humane kant van onze samenleving. Ten slotte, Lobi Bradang Aziza, is onze boodschap daarom ook. Sranamang, Lobi Bradang Aziza, ik geloof in u. En laten wij ook geloof hebben in elkaar. We kunnen samen onafhankelijk gaan voorzien in onze basisbehoeften en doorwerken aan het welzijn en de welvaart van onze medebroeders en zusters. Blijf in elkaar geloven. Blijf in de kracht van het gezin en de familie geloven. Maar blijf ook in de kracht van onze samenleving geloven. En bovenal, blijf geloof hebben in onze Schepper. Blijf meewerken aan de humane kant van onze Sranamang. Blijf elkaar ondersteunen en blijf bidden, Lobi Bradang Aziza. Ik wens u gezegende kerstdagen toe in harmonie, vrede en goede gezondheid. Tambung en may God bless you all.